Kees, dankjewel. Van bier naar op die manier inderdaad een oude slogan die wat dat betreft nog steeds zijn kracht heeft. Als ik jullie mag vragen om even ook weer deze kant op te komen. In jullie beide verhalen beluister ik integraal werken, integraal denken. Dat is in feite wat je nodig hebt om tot duurzame oplossingen te komen. Daarop hoef je niet te wachten tot die regelgeving allemaal aangepast is. Dat kun je gewoon doen. Ook nadrukkelijk vanuit het ministerie gestimuleerd op dat punt. Ook nadrukkelijk in de praktijk van de waterschappen gedaan. Ik hoor jullie ook beiden zeggen, die vakman blijft daarin essentieel. Hij blijft daarin essentieel, maar hij moet wat boven zijn vak uitkijken. Hij moet wat weten dat hij in processen moet opereren. Daar, maar koester uiteindelijk ook die vakman in zijn kwaliteit. Als ik dan even op het bodemterrein kijk, bodembeheer, daar hebben we voor een deel ook de vakmensen die bij overheden zitten, hebben we samen weten te brengen in een systeem van collegiale toetsing. Ga eens bij elkaar buurten en kijk eens naar hoe anderen het doen en geef daar ook eens een oordeel over. Stimuleer elkaar. Zou dat een wijze van werken kunnen zijn die we ook op andere terreinen kunnen toepassen? Onder die brede integrale vlag, die vakmannen die we daarin ook willen koesteren. Arjan, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik weet niet of ik nou een knopje de goede kant op heb gedaan. Ik denk van niet. Ben ik nu verstaanbaar? Ben ik nu verstaanbaar? Ja, oké, okay, dankjewel. Ja, dat is een interessante vraag. Ik heb eigenlijk, toen je die vraag stelde, had ik een paar associaties. Kijk, in de eerste plaats vind ik collega toetsing op alle niveaus. Dat kan ook individueel zijn, dat kan ook iets groots zijn. Op alle niveaus vind ik dat een uitstekend middel om tot kwaliteitsborging te komen. Hè? Het kan heel simpel zijn dat je een product van jezelf even door een collega laat toetsen. Het kan ook in groter verband, waar jij aan refereert. Ik denk ook dat het een middel van kwaliteitsverborging is wat ook niet gepaard hoeft te gaan met allerlei regels. En dat is natuurlijk wel een heel belangrijk aspect, wat misschien iets minder daarnet in mijn praatje naar voren is gekomen. Maar de hele omgevingswet en alles waar we mee bezig zijn, is natuurlijk ook in het kader van een vermindering van regeldruk. En we willen echt versoberen, minder regels. En ik denk dat collegiale toetsing, intercollegiale toetsing of onder welke term je dat ook vat, dat een middel kan zijn om zonder veel regels wel aan kwaliteitsborging te doen. Een andere dimensie in je vraag was, schoot mij te binnen, was dat wat jullie nu hier, waar jij aan refereert, op het punt van bodem hebben georganiseerd. Als dat nou goed werkt, dan kunnen we dat natuurlijk in de hele discussie waar we nu mee bezig gaan, ook met die uitvoeringsregelgeving waar we nu mee aan de slag gaan, kunnen we natuurlijk ook van leren voor andere domeinen. Zal ik maar zeggen. Dus dat hele, alles wat goed is, dat willen we natuurlijk behouden. En als we dat kunnen verbreden naar andere domeinen, is dat natuurlijk uitstekend. Een laatste is dan wel weer een kritische noot, toen ik dat zo hoorde. Want kijk, het is, wat mij betreft is het toch een vraag of we toe moeten naar allerlei sectorale kwaliteitsborging. Dat kan wel, maar we moeten ons realiseren dat we natuurlijk in het kader van integraal denken daar wel kritisch naar moeten kijken. Of het nou, als je nou stelt dat je nou 20 van dat soort kwaliteitsborgingssysteempjes hebt, van bodem tot natuur, dan is de vraag, ja, hoe kom je nou juist tot die integraliteit? Dus we moeten ervan leren, maar we moeten ook met de instellingen van de omgevingswet daar ook kritisch naar kijken, denk ik. Als ik het voor mezelf probeer samen te vatten, collegiale toetsing in tal van vormen belangrijk. Zet het niet in te veel geformaliseerde structuren. En voorkom in elk geval dat je het op tal van deelterreinen als afgesloten eenheden doet. Ja. Zoek naar op dat punt ook verbreding en precies. Samenwerking. Precies, ja. Kees, vanuit de waterschapswereld? Ja, collegiale toetsing doen wij nog niet zo heel veel. Wel vaak binnen organisaties. Meestal zeggen, ja, dan is de slager zijn eigen vlees aan het keuren. Ik ben het eens met de opmerking dat als je het gaat doen, want het kan prima werken, doet dat dan over de grenzen van organisaties heen. Dus vraag bijvoorbeeld aan een team van een gemeente om eens bij jou als waterschap te gaan kijken. Maar waterschappen onderling en gemeenten onderling zie ik minder toegevoegde waarde. Wij zetten overigens waterschappen meer in op benchmarking.
Dus wij hebben allerlei benchmarks om ons te vergelijken op allerlei processen. En dan wie doet het het beste? En niet om af te rekenen, maar kunnen we daar dan ook van leren, van die beste? En een waarschuwing, het moet niet een bureaucratisch iets worden door alleen maar lijstjes af te vinken bij zo'n collegiale toets. Ik denk dat het echt gaat om het gesprek. Hoe doen jullie het? Waarom doen jullie het zoals je het doet? Wat gaat goed en wat kan beter? Dankjewel. Ieder van die, wat jullie zeggen, noopt eigenlijk om op door te gaan. En tegelijkertijd heb ik ook een time management. Ik wou nog één andere slag maken. En dat is de wisselwerking tussen het overheidsgebeuren en de private kant. De private kant ook van kwaliteitsborging. Op de terreinen waar we het over hebben, rond bodem, hebben we daar bepaalde verhouding gevonden en dergelijke. Is dat iets, Kees of Arjen, sprak ik al over kleinere overheid, zit in jouw denken ook het belang van private vormen van kwaliteitsborging? Past dat ook in het bredere kader zoals jij het geschetst hebt? Ja, waarbij ik dan ook toevoeg dat die ontwikkeling zich nu al zich afspeelt bij bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken. Op het punt van bouwplantoetsing zijn al allerlei ontwikkelingen gaande om die bouwplantoetsing voor een deel, waar het kan, waar het verantwoord is, om die in de markt te zetten, om het zo te zeggen. Daar wordt nu in ieder geval heel erg over nagedacht naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Dekker van een paar jaar geleden. Dus die ontwikkelingen zijn er al. Ja, ook als ik het niet zou vinden, het gebeurt al. En ook daarvoor geldt wat ik net zei, we kunnen daarvan leren. Wat is verantwoord? Want het gaat uiteindelijk wel om de kwaliteit die je wilt borgen met elkaar. Op welk terrein je ook denkt, werkzaam bent. Wat kun je daarvan leren? Welke methoden werken wel, welke werken niet? En de aardigheid vind ik dan, ook van dit soort bijeenkomsten, dat is dat we echt aan het begin staan van regelgeving op het punt van de algemene maatregelen van bestuur, waar dit soort zaken zijn beslag zullen krijgen. En ik denk dat het buitengewoon belangrijk is dat als u daar opvattingen over heeft, en dat zal ongetwijfeld, dat dat ook in die workshops naar voren komt. En dan horen wij het linksom of rechtsom, bijvoorbeeld van onze collega's van OCW, horen we wel weer wat voor deze groep van belang is. En dan kunnen we proberen om daar iets mee te doen. Dankjewel. Misschien nog even naar jou de stap, Kees. Waterschap altijd de oudste overheid, heb ik geleerd. En tegelijkertijd ook altijd zo'n orgaan waarvan politici weer vinden van, hebben we dat nog wel nodig? Is dat nog wel integraal? Hoe zitten de waterschappen nu in de omgevingswet? Wat is jullie plek daarin? Nou, laat ik zo, heb ik het hopelijk ook bedoeld te zeggen. Wij omarmen de omgevingswet. Dat helpt ons verder. Dus wij zijn het daarmee eens. Alleen op een aantal specifieke punten hebben wij ingebracht dat wij dingen anders geregeld willen hebben. Die eigen plaats voor die vergunningverlening en handhaving is daar denk ik wel het meest markante voorbeeld van. Maar wij willen zeker niet als waterschappen ons positioneren van, nou, we zijn ontstaan 700 jaar geleden. Even los van de vraag hoe lang dat nog zo zal blijven. Dat is een politieke discussie. Dat vind ik ook niet zo interessant voor het werk overigens. Hè, want die vakman die blijft nog steeds zijn werk gewoon doen. Onder welke bestuurlijke vlag dan ook. Dus je kan daar wel heel veel tijd en energie aan besteden. Maar ik denk dat dat niet zo interessant is. Maar dat is vooral een politieke discussie. Maar die vakman die blijf je toch nodig houden. En wij willen een aantal specifieke dingen goed geregeld hebben. Als het gaat om onze primaire taken, waarvan dan toch die veiligheid tegen overstroming de belangrijkste is. Maar voor het overige willen wij natuurlijk gewoon een partner zijn, samen met gemeenten, uitvoeringsdiensten, provincies, maar ook veiligheidsregio's voor ons werk. Als het gaat om veiligheidsissues, willen wij gewoon een moderne partner zijn die volop meedoet. Dankjewel. Mag ik jullie bedanken? Mag ik de zaal even teleurstellen dat ik niet allerlei vragen vanuit de zaal de ruimte nu kan geven in het tijdschema. Jullie hebben ons beiden neergezet in feite een stuk inspiratie vanuit hoe je vanuit Den Haag, hoe je vanuit de werkelijkheid van een waterschap aankijkt tegen de toekomst in de zin van integraal werken en hoe daar in verschillende dimensies kwaliteitsborging, datamonitoring, die vakman inpast. En daarmee hebben we geprobeerd aan de zaal een stukje inspiratie te geven. Mag ik jullie daarvoor bedanken? En terwijl de zaal dan applaudisseert, pak ik even iets. Dank. Dank, voorzitter. Dank. Harry. En dan zetten we de volgende stap.